Kiev-oorlogsverslaggever. Goedemorgen, Hans-Jaap. Wat voor Goedemorgen. Nacht hebben jullie achter de rug in Kiev? Nou, er was veel lawaai. Dan moet je wel voorstellen dat het doodstil verder is in Kiev, 's nachts. Maar je hoorde heel veel uitgaand vuur, maar je hoorde ook wel granaten terugkomen. Het uitgaand vuur, ja, dat is van het Oekraïnse leger. Artilleriestellingen die, denk ik, de Russen aan de noordwestkant op afstand proberen te houden. En dat is die kant waar dat voorstadje Irpin ook gisteren ook uitgebreid het nieuws was, omdat daar een gezin door een mortiergranaat werd getroffen. Waar een brug door de Oekraïne trouwens zelf is opgeblazen om de opmars van de Russen tegen te houden. Mm-hmm. Maar in die hoek gebeurde eigenlijk de hele nacht door, ging het maar door met knallen. Nou hebben we deze ochtend ook te horen gekregen via de Wall Street Journal dat Rusland op dit moment Syriërs recruteert die dan in Oekraïne kunnen vechten voor het Russische leger. Jij hebt natuurlijk ook verslag gedaan destijds vanuit Syrië. Kan jij inschatten wat voor soort mensen dat dan zijn? Ja, dan moet je dus niet denken dat zijn niet zeg maar de islamisten, de radicale oppositie. Daar wordt het niet uit gerekruteerd als het gebeurt. Maar dan moet je denken aan, kijk, het leger van Assad heeft op een gegeven moment assistentie gekregen van ja, burgers. En er wordt daar de Shabiha genoemd. Mannen die ingehuurd worden, soms uit gevangenissen worden gehaald om bewapend te worden en mee te vechten tegen ja, de oppositie. Hm. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal precies ook klopt en in welke aantallen het gaat. Maar het is zeker niet onmogelijk dat ze uit die kring, waar ze zelf natuurlijk actief zijn, hè, want de Russen bombarderen boven Syrië, die steunen Assad. Hm. Dus het zou zomaar kunnen dat zij nu hulp nodig hebben en zeggen van nou, voor wat hoort wat. Ja, we horen deze ochtend dus ook ja, dat ze het Oekraïnse leger zich in ieder geval schrap zet voor flinke aanvallen en een grote strijd om Kiev. Hoe bereidt de stad zich daarop voor? Steeds meer loopgraven, hele brede wegen die helemaal worden afgesloten met oude vrachtwagens en blokken beton. En in de hoofden van de mensen zit die grote aanval eigenlijk al vanaf dag 1. Vanaf dag 1 dachten ze, nou ja, misschien komen ze morgen wel de stad in. Maar nu lijkt het steeds reëler te worden. En ze hebben natuurlijk in die afgelopen, wat is het, 10, 11, 12 dagen, ik ben zelfs mijn tel even kwijt. Hebben ze al die verschrikkingen gezien in die andere plaatsen. En sowieso de verschrikkingen in het voorstadje hier. En er zijn natuurlijk al lang al raketten naar binnen geslagen. Ja, men weet gewoon dat het er verschrikkelijk uit kan gaan zien op termijn. Dankjewel voor de toelichting, Hans-Jaap Melissen. Vanuit Kiev dus. En zojuist is ook een staakt het vuren ingegaan om 8 uur deze ochtend, Nederlandse tijd. En dat is in Kharkov, Kiev, Sumy en Mariupol. Dat zegt in ieder geval het Russische ministerie van Defensie via persbureau Interfax. Het zou burgers dus de ruimte moeten geven, de kans moeten geven om op een veilige manier die steden te verlaten. We hebben helaas eerder gehoord dat dat met die evacuatiepogingen mislukte, omdat er toch werd geschoten. Ja, laten we hopen dat het 3 maal scheepsrecht is in dit geval. Meneer de Kruijf, laten we even gaan naar wat we net van meneer Melissen hoorden en wat Nicky ook aanhaalde, dat er nu ook Syriërs gerekruteerd worden. Het Russische leger telt 190.000 man. Die zijn inmiddels allemaal al ingezet. Is het zo dat Poetin nu denkt, ik moet dit doen, want anders ga ik het niet redden? Ja, het is 1 bron, hè, dus ik weet niet wat ik ervan moet denken. En bovendien lijkt me de effectiviteit van soldaten uit Syrië halen en dan hier inzetten lijkt me niet zo groot. Los van de juridische aspecten die eraan vastzitten als je plotseling in een heel ander land gaat vechten. Dus misschien zijn we wel onder van een propagandaoorlog. Maar het laat maar zien wat een oorlog allemaal met zich meebrengt. Dat grenzen die wij normaal gesproken kennen, die vervagen in elk opzicht. Ook hier. Er zijn ook Tsjetsjenen zijn erin gezet, hè? Ja, ja, zeker. En die Tsjetsjenen die hebben eerst nog staan dansen. Daar hebben wij dus beelden van gekregen van kennissen van mij in Oekraïne. En die Tsjetsjenen staan eerst te dansen op de weg. De militairen gaan ze dan beschieten. En wat doen die militairen? Die gooien daar dus varkensbloed over hun munitie. Onder het motto, die Tsjetsjenen zijn moslim. En als ze geraakt worden door een kogel met varkensbloed, dan zijn ze dus niet meer in staat om in de hemel te komen. Dus je kunt nagaan met wat voor middelen, maar ook tussen de oortjes bij de Oekraïnse militairen, daar dus deze oorlog wordt gevoerd. Ja, ik wil eigenlijk ook graag even naar de gewone mensen in Oekraïne. Uw familie in Kiev, uw vrouw en uw kinderen zijn daar nog. Ja. Hoe gaat het met hen? Nou, mijn vrouw heeft eerst gezeten in de kelder van het huis wat toen beschoten werd. Daar is misschien 3, 4 dagen is ze geweest met 2 kindjes. Maar dan op een gegeven moment zonder eten, zonder water. Maar ook viel de elektriciteit uit. En heb je dus ook geen mogelijkheid meer om je mobieltje op te laden. En wij leren ook, verbinding is een van de belangrijkste zaken. Toen is ze gevlucht met 6 andere dames. Even zeg maar oost
van Bucha, noord van Irpin. Nou, we weten allemaal dat daar dus nu die gevechten zijn. Ja. En toen belden ze mij van, het gaat niet langer, want ook de huizen naast ons staan nu in brand. En toen is ze gevlucht met een auto van een jongen die dat aanbood, met de kinderen naar Uman. En dat is een stuk meer naar het zuiden toe. Alleen, zij zit dus in dat gebied. Zij is arts. Zij heeft ook gezegd, ik ga niet naar Nederland. Maar dat zegt ze al half jaar niet. Ja? En zij gaat dus haar volk helpen. En dat is dus even de mentaliteit die dus ook daar in het hele Oekraïnse volk leeft. We helpen elkaar. De mannen gaan terug om te vechten. En de vrouwen staan met de koffertjes bij Polen. Mevrouw Marijnis, hoe luistert u hier naar? Ja, het is niet te bevatten eigenlijk. Nee, ja, maar ook voor u. Ik bedoel, het is de geest die de Oekraïne heeft. Hè? Ik ben dus nog steeds op paspoort Nederlands staatsburger. Ja. Maar mijn hart is Oekraïns. Ja. Ik hou van de tradities, hou van het volk, ik hou van de muziek, ik hou van alles wat daar is. Ja. Natuurlijk zijn de vrouwen er ook anders. Ja? Ik ben ook heel gelukkig getrouwd met een Oekraïnse vrouw. Ja? We hebben schatten van kinderen. Ja. Alleen die zitten nu daar in dat gebied. En dat is natuurlijk emotioneel. Ja. Heel erg voor mij. En ik was hier eigenlijk in Nederland om nog een nieuwe cargo te regelen voor ziekenhuisbedden in Gerson. Dat heb ik dus vorig jaar ook gedaan. En daarvoor ben ik hier. Ja, en nu zit u hier en uw vrouw en kinderen zijn daar. Ja, hier in Nederland wordt vandaag op een hele grootse wijze actie gevoerd. Ja, super. 555, want het barst van de mooie initiatieven, hè, Nicky? Ja, dat is heel mooi om te zien. En straks kunnen we ook nog wel...